Hij is zo gek als een deur. Jan, doe ik even deze daar naartoe, want dit is van Henk Ros. Dus als mensen ook mee willen kijken, mag dat, kan dat. Hij is zo gek als een deur. Dat is Henk, ja. Ja, maar dan moet ik echt iets even goed kijken zonder die. Maar ja, we zitten hier dus gezellig. Ja, heel we zitten hier gezellig. Maar u heeft een flits aan, man. Ja, daar kan er niks aan doen. Die staat momenteel even aan, kan er ook niks aan doen. Ja, we zijn bezig met de cadeautjes uit te pakken. Ik heb al een fles drank. Oh, u gaat dronken worden. Voor Rijka. En ik heb al een fotolijstjes gekregen. Dus helemaal top. En daar ligt Rijka. Breng ze heerlijk te slapen. Is dat niet lief? Wat doe je nou? Nou, een foto gelijk maken. Oh, oké. Okay. Dat is een foto maken gelijk. Oké. Ja, ik zit hier. Nou, en... Nou, en daar zit Jan dus, naast Lovely. En koffie komt eraan. Oh, komt het lopend, Roderick? Ja. Oké, helemaal geweldig. En daarna vliegend. Daarna vliegend. En nou, en daar zit Lady naast me. Dus helemaal goed. Dus wij gaan lekker verder. Ik zou zeggen, tot later. Oh. Even wachten, want mijn droog ook even op. Oh, dat mag ik niet. Joehoe! Rijden, mag ik? Netjes daar stoppen. Even hier even wachten en dat doen we altijd. Kunnen de dames weer even lekker roffelten. De kinders even spelen. Dan kan u hier eigenlijk een beetje achteruit rijden, maar. En dan hier met uw kont net toe. Zitten, aan de kant. Juist, goed zo. Dan heeft u dus zicht hierop. Ja. En hier staan we altijd even te wachten met ze. Kijk. Dit had u denk ik niet verwacht. Nee. Echt niet, dat ze dit zo doen. Het is een pup, maar. Ja. Daarom dat ik ook al zei, ik heb expres gekozen voor een pup. Ja. Dat is sneller leren. En ik heb zitten. Ik heb twee keer gezien dat ik op de straat over te steken. Toen wilde ik op de grond maar daarna kreeg ze niet bijtneigingen aan de hand. Gewoon blijven proberen. En zodra ze zit, gewoon weer eigenlijk complimenteren. Ja, dat doe ik dan ook wel. Nee, dames, niet achteraan. Kijk, goeie voor en voor het roberen. Altijd. Hier en hier gaan ze altijd even lekker te veren samen. Ja. Kunnen ze even lekker sloten, even lekker. Ik zag je op het reet. Oh, kijk. Ja. Nee. En dan is het toch los, maar. Ja. En kijk op de dijk en dan kan ik dit en dit en ook niet. Ja. Op de dijk. Met Koosje net en met Bonno. Hm.
Maar ja, om het goed die gaat verwijderen, wat ik niet gewend. Ja, maar we kunnen gewoon met oma gewoon afspreken. Gewoon als zo op een zondag of zo. Van hé, Koen, ik weet niet hoe ik hem noem. Gewoon roer. Ja, maar en voor mij is het even oma Koen, hè? Koen, ga je lekker mee lopen? Ik ga even met mijn rijtuig daar komt. Heb je zin om mee te gaan? Oma Koen, en die zegt gewoon ja. Dus je hebt van Bonnout. Dus, en ze kennen elkaar. Ik wil er ook even, Jan wil je deze even vastleggen, want ik wil er ook even in aanraking laten komen met dat water. Ja, maar niet erin, hè? Met de pootjes? Ja, maar verder niet, want ik heb goede kleren. Ja. En ze drogen zijn al weer begonnen. Rustig. Dat zijn je pootjes. Hihi. Ja, leuk. Heel snel weer terug. Ja, maar waarom ik dat doe, maar? Mam, als het heeft geregend. Ja. Ja, met die plassen. Dan heb je heel vaak doorlopen. Ja, maar dan heb je het tuinlopen dan, hoor. Ja, lieve vrienden, ik zit weer reeds in de trein in Den Haag nog wel te verstaan. Deuren zijn nog open. Karen en Roderick die zijn net weer weg. Ze hebben samen mij weggebracht. En natuurlijk Rijka niet te vergeten. Hé, die is van Rijka. Rijka, ja. Ja, en Jan van Dam die zit natuurlijk nog bij hun thuis en die gaat wat later weg. Die heeft namelijk de bus. Ja, en daarna pas de trein. Hij kon later vertrekken, dus ja, ik niet. Ik heb besteld en dat gaat allemaal gewoon zo. En ik heb het heel gezellig gehad. Ik heb cadeautjes gehad, ook hier al. Ik weet niet of jullie dat zien, ja, tussen mijn tas. Het zijn allemaal fotolijstjes en die zitten allemaal aan elkaar vast. En ja, dat behoort zo en daar kan ik zelf foto's in doen. En het was super gezellig. Ja, en ik ben helemaal gelukkig en happy en blij. Ja, en jullie wisten al, ik had al een cadeau gekregen. Een heel dierbaar cadeau en dat is onze Rijka. Dus ja, ik had verder niet veel andere cadeautjes. Hoeft ook niet. Nee, ik ben hier zielsgelukkig mee. Ja, echt wel. En ze heeft toch heel goed gedragen? Ja, ze heeft zelfs losgelopen. Ja, en dat in, hoe het bos heet, weet ik niet. Maar in ieder geval, daar heeft ze losgelopen. Samen met de andere twee honden van Karin en Roderick. Dus ja, het was hartstikke leuk. Ze doet het super goed. Dus ik zou zeggen, duim omhoog, like het en ik zie jullie straks door weer. Ik zou zeggen, tot dan. Ja, lieve vrienden, eindelijk in de laatste trein richting Den Helder. Ja, ja. We staan dus op Centraal Station, daar gaan we net. Ja, komt u maar met die fiets. Als dat lukt, kan wel. Er komt hier een fiets aan, nou met een hele grote bak erop, dan zeg je u tegen. Maar in ieder geval, ik ga richting Den Helder, lieve vrienden. Ik ben back af. Rijka die heeft er net staandend staan te slapen met een kopje rustend op mijn enkel. Dan vraag ik je. Dan is die ook wel echt doodmoe. Ik ook. Dus ja. Als ik thuis ben, is een bakje koffie. En lekker naar bed. Ja. Maar dat laat ik jullie natuurlijk nog wel weten. En ik zou zeggen voor nu, tot straks. Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede avond. We zijn weer thuis. En het is 22:57. Ik heb net een bak koffie voor mijn neus staan. Op de salontafel dan wel. Ik heb nog een vest erbij gedaan. Ik heb een dekentje om me heen, want ik was vergeten de kachel aan te doen. Ja, dus een hoedje koud in huis. Maar oké, ik ben wel heel, heel, heel erg trots op Rijka. Hoe zij haar vandaag heeft gedragen. Voor het eerst in de trein, etc.
zoveel nieuwe, vreemde ervaringen, geluiden, noem maar op. Dat toppie. Zo heeft het gedaan. We hebben het ook beren gezellig gehad bij Karen en Roderick. Ik heb dus een collage fotolijst gekregen. Ja. U mag wel niet eigen foto's in doen. Wat weet ik nog niet. Moet ik eerst nog bedenken. Ik zou het even drie niet weten. Sowieso mijn mannetje. En Schreudeltje. Ja, en mijn schoonmoedertje. Dat zijn toch mijn dierbaren. En mijn eigen moedertje. Ja, ik denk dat ik hier die hoek ga veranderen. Dat deze boven de spiegel komt. Met alle de belangrijkste en degene voor vrienden dat eronder komt. Dat ik denk dat misschien ook, weet het nog niet. Ik zet hem eerst voorlopig weg. Moet eerst het allemaal even bedenken en doen. En ik moet de rest van de cadeautjes nog weer pakken. Onder andere voor Rijka. Ook weer zo'n een emmetje vol met snoepjes. Om haar dus... hoe noem je dat nou? Als je iets goeds hebt gedaan als beloning, hè? Ja, ik ben ook moe, echt. Ik ben kapot. Mijn bek had pijn in mijn rug. Vreselijk, want ik heb haar ook in mijn armen gehouden. Ze lag helemaal te slapen, zo in mijn armen. Zo lief, zo aandoenlijk, oogjes dicht. Later op mijn vloertje van de booster overleggen te slapen. Nou, echt geweldig lief, klein hoofdje. Maar oké, lieve vrienden, ik sluit ook bij deze gelijk voor vandaag af. Ik wens jullie verder allemaal nog verder een liefdevolle avond van de eerste kerstdag. Op naar de tweede. Ik wens jullie ook een welterusten met mooie dromen. En uiteraard morgen gezond weer op uit je bed. Ja, simpel. En we zien elkaar vast dus zeker morgen wel weer. Tweede kerstdag. Geniet ervan. Tot dan.